Ja, we hebben inderdaad nieuws te melden hier bij Kadushi. We hebben een limited edition Captain Don's Whisky gemaakt. We maken de Captain Don's Whisky al sinds 2013, dus al 10 jaar. En voor deze gelegenheid hebben we een speciale whisky versie, een speciale expressie gebotteld van deze whisky. En natuurlijk ook ter nagedachtenis van de legende Captain Don. Hij heeft wel een whisky gedronken in zijn leven, heeft hij mezelf verteld. En daarom hebben we ook deze whisky naar hem vernoemd. En nu 2023 is de whisky, de Captain Don's whisky, 10 jaar oud. En die hebben we op de markt gebracht. En toen we hem gingen bottelen, toen dacht ik van dit is best de moeite waard. En professor George Buckley van de Harvard Universiteit, die wist van mijn initiatief, die weet dat ik met de Captain Don whisky maak. En dat ik ook de natuur en cultuur van het eiland support, net als Captain Don eigenlijk altijd gedaan heeft. En die vond het zo mooi dat ik dit gedaan had, dat ik een hele mooie trofee van hem gekregen heb. Namelijk een stukje van de mast van de Queen Valerie, dus de boot waarmee Captain Don hier naar het eiland gekomen is. Mooie plaquette, dus daar ben ik ook wel een beetje trots op dat we die gekregen hebben als Kadushi Distillery. Ter nagedachtenis aan Captain Don. Een whisky moet je natuurlijk proeven, hè? Ja, het is een speciale of een limited edition, maar wat heeft hij van speciaal? Je kunt me misschien alles kunnen me niet vertellen, maar toch wel iets. Ja, nou kijk, de whiskyproductie moet minimaal 3 jaar op houten vaten liggen om het whisky te kunnen noemen. Dus onze normale Captain Don's whisky, die heeft minimaal 3 jaar gelegen. 3 tot 4 jaar. En dan bottelen we hem. Maar deze, die heeft 10 jaar gelegen. En hoe langer een whisky ligt, hoe voller en hoe rijper die wordt. Op een keer kom je ook wel een keer over het optimum heen en wordt die minder lekker. Maar 10 tot 20 jaar, dan heb je echt een hele mooie, bijzondere whisky. En ja, uiteindelijk is de smaak natuurlijk leidend, hè? Dus kijk, als die niet lekker is, dan wil niemand hem hebben. Maar hij gaat als zoete broodjes over de toonbank, want ja, mensen vinden hem erg lekker. En het is een collectors item. Waar kunnen mensen deze whisky verkrijgen? Alleen bij de Kadushi Distillery in Rincon. Ja, het is echt ook een gelimiteerde versie. We hebben 1 vat van een van de eerste whiskyproducties hebben we gepakt en die hebben we nu gebotteld. En als het vat leeg is, dan is het ook over. Dan is die limited edition over. En dan... dus de lokale mensen die deze whisky willen hebben, moeten snel naar u komen om whisky te kopen? Ja. Ja, die moeten zeker niet te lang wachten om even langs te komen. Het aantal flessen is echt gelimiteerd. En als die op is, dan is het ook gewoon over. Voor deze productie hebben we ook nog geen opvolging staan. Voor de rum maken we onze premium, onze private stock en ook de limited edition. Dan maken we ook een limited edition. Die limited edition is zo succesvol dat we daar elk jaar een nieuwe versie van uitbrengen. Op dit moment weten we nog niet of we van de Captain Don's whisky ook volgend jaar weer een limited uit zullen brengen. Even afwachten. Ja, mensen van Bonaire en de ABC-eilanden, jullie zijn natuurlijk van harte welkom hier bij Kadushi. Het is hier altijd een gezellige bedoeling, maar lokale mensen worden van harte uitgenodigd om lekker te komen proeven. Van natuurlijk onze cactuslikeur, de Kadushi op Bonaire likeur, onze hele bijzondere rom Rincon. En nu ook van deze whisky. De limited edition van de Captain Don's Whisky. Iedereen is welkom hier. We zijn maandag tot en met zaterdag geopend. Van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. En je hoeft geen entree te betalen. Het is gewoon gezellig. Ik zeg altijd, breng alleen je goede zin mee. En dan komt het helemaal goed.